Yo mensen, Jarnaski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life 25 Moabs. Vorige aflevering werd ik getrold door een Yara iemand, dus dat was natuurlijk niet zo mooi. Maar vandaag zit ik niet in een lobby met Nederlanders, maar zit ik in een lobby met Frank... Rijkse mensen, ik heb geen flauw idee welk land ze zijn, maar goed. We gaan even de P90 erbij pakken, want het is natuurlijk weer de map Dome. Ik mute even iedereen van als er weer kaart erin gelopen schreeuwen. Tada. En ik speel tegen twee mensen die op splitscreen spelen. En eentje is level 7 en eentje is eerst prestige level 63. Dus het kan goed gaan uitpakken als ze niet zo goed zijn. En... Kutzo, ik heb extended max op mijn P90 staan en niet rapid fire. Ah nee man. Wie's idee was het om dit erop te zetten? Even serieus, dankjewel granaat. Je moet normaal gesproken op de P90 rapid fire en een suppressor hebben staan. Want dat is echt ideaal op dit wapen. De extended max is wel chill, maar niet zo chill als een rapid fire. Dit is een beetje dom van mij. Maar goed, ik heb het aanstaan. Ik moet het nu gaan gebruiken ook. Want we beginnen tegen P90 te gebruiken. Dat zeg ik, dat is niet zo chill man, deze attachments. Rapid fire is ideaal op dit wapen. Extended max is kak. Gewoon in één woord kak. Spannen ze hier? Yep. Dat is de speler 2 dus. Normaal gesproken zijn spelers 2 wat slechter dan spelers 1, maar het kan ook zo zijn dat ze gewoon ongeveer even goed zijn. Ik zat namelijk een keertje splitscreen te spelen met Arnie en wij dropten gewoon, de hele tijd in zeg maar clan tegen clan, dropten we gewoon 15 kills allebei in Search and Destroy potjes. Dus het kan zo zijn dat spelers 2 heel erg slecht zijn en de speler 1 dan misschien ook. Maar het kan ook zo zijn dat de speler 1 en 2 heel erg goed zijn. En je weet het natuurlijk maar nooit, maar het is altijd de grote vraag of ze goed of slecht zijn. En als ze slecht zijn is het ideaal, want dan kan je ze heel makkelijk killen. En als ze goed zijn is het natuurlijk kut, want dan kan je ze niet zo makkelijk killen. En... Nee man, met z'n allen! Kutjes, ik had er niet in moeten rennen. Maar het is natuurlijk een submachine, dus we moeten wel een beetje inrennen! Maar ook weer niet te hard. Boom. Ah, kut, ik ben gestunt. Ah, waarom heb ik hier die klote attachments op staan dan? Oh, er zitten 3 man. Nu nog... Kut. Kom op jongens, ik kan makkelijk de mol ophalen hier. Er zitten 2 enemies in die kunnen raakschieten, die kunnen me killen. Maar de andere paar die kan ik best wel makkelijk killen. Ik ga een ander wapen pakken, die gaat niet goed komen met dit ding. Sorry jongens, maar ik heb de verkeerde attachments erop staan. Ik wil steeds met een ander wapen spelen, maar dan moet ik dus wel de goede classes hebben. Kut man. En mijn teammate heeft ook de hele tijd die kutvlag vast. Teammate, drop dat ding eventjes of... Ja, dank je, hij luistert naar me. En oh, hij spot gewoon naast die vlag, joh. Niet die vlag oppakken, niet de vlag oppakken. Lekker jongens, top. Zit daar iemand? Zit... Blok me nou! Jongens! Iedereen loopt tegen me aan, jongen. Ik kon nog wel even bewegen hier, bro. Oké, komen de enemies aan. Hier in het hoekje gaan zitten. Dan komen ze zo langs je lopen. En dan kan je ze meteen afknallen. 3, 2, 1. Komt-ie. Dat is 1. Dat is 2. Dat is 3. En nee! Ik moest reloaden. Fuck! Ik had er 3, hè. Als ik sneller van wapen was geswitcht, dan had ik die 4e ook gehad. Sowieso. Holy shit. Holy fucking scheid. Dat is een RPG. Oh, die is al down. Goed zo, jongens. Laat die vlag alsjeblieft los, anders gaat het potje zo snel voorbij. Oh my god, jongen. Kunnen ze niet even één voorheen komen? Als ze gewoon één voorheen komen, dat er 1 komt, kan reloaden. Komt er 2, kan reloaden. Komt er 3, ik kan reloaden. Nee, hoor, ze moeten met z'n 4 tegelijk dit komen. En als ik omloop, dan... Ja, als ik omloop, dan gaan de spans weer flippen. Dan werkt het helemaal niet. Kijk uit nou. Ik ga via de dome. Ik ga er bovenop. Dat is helemaal niet slim, maar ik moet wel, man. Bovenop de dome, bovenop de dome, bovenop de dome. Dat ben je niet veilig. Dat ben je niet veilig, maar jij hebt wel een mooi uitzichtpunt. Val. Kut, ik ben nu bijna down. Want ik flikkerde naar beneden. Oké. De spans zijn eindelijk geflipt, maar mijn teammate heeft hier de vlag in zijn handen. Alsjeblieft. Drop die vlag! Lekker. Lekker, het killsteal. De vlag is down. Goed zo, teammate. Dankjewel. Dankjewel. Nog 1 keer wat specialist bonus. Dankjewel. Eindelijk kan ik even mijn span uitrennen. Kom aan, nu moet de tempo in worden gebouwd, anders is er niet meer genoeg tijd. Ja, tempo is dus ook nog rustig spelen, want er lopen hier 5 enemies weer naar voren. Fuck mijn hele leven, jongens. Ze lopen echt met z'n allen bij elkaar, deze mensen. Hier komt er 1 aan, dan komen er zo meteen de 2. Zie je? Zie je? Zie je? Ik kon het gewoon al zeggen, man. Ik kon het gewoon al zeggen. Ze durven niet alleen te lopen, ze zijn bang. Ze lopen serieus de hit met z'n 4 bij elkaar. Oh, man. Kut, ze hebben een stealth bomber. Ik moet rennen. Rennen voor de stealth bomber. Martin Tom! Ja, lekker teammate. Goed gedaan. Nee, niet die vlag pakken. Ja, nu kan ik de mob niet meer halen. Teammate heeft de vlag. Jammer, man. Komt er hier nog eentje? Dank u wel. Ah, oh, triple kill, bitches. Multikill, bitches. Oh my god. Aan het einde, ik haalde gewoon een 7-4 of zo, man. Daarom, als het potje niet was afgelopen, kon ik er nog 1 killen, want er liep er nog 1 achter.
Ik kill hem dan. Ik kill gewoon 3-4 mensen in 1 kill cam. En die vent die erachter liep, kon ik ook nog killen. En er liep ook nog een rechts van me, die hoorde ik lopen. Die kon ik ook nog eens killen. Maar mijn teammates pakten de hele tijd de vlag op. Ah, oh, dat is jammer, man. En ik moet nu even meteen mijn class gaan veranderen, want dit werkt niet, jongen. Kijk, P90 is chill, maar de fire rate van de P90 ligt zo laag dat je mensen best wel lang moet raken voordat ze doodgaan, omdat de fire rate zo laag ligt. Dus als je de P90 wil gebruiken, dan moet je, en de silencer wil gebruiken, moet je dus silencer en rapid fire. En niet de extended mix, Jan. Sukkel. Je bent een sukkel, Jan. En eigenlijk hoop je op een submachine gun ook geen quickshot te hebben, maar ja, ik weet je, ik vind die andere perks ook kut. Overkill heb je niks aan. Blast Shield, nou ja, die unlock ik vanzelf met mijn specialist bonus. Assassin unlock ik met mijn specialist bonus. Dus ik heb altijd eigenlijk Quickshot aanstaan voor de mensen die dat willen weten. En dit is zo goed als mijn standaard class. Dit is de Assault class, Scavenger Quickshot Stalker. En dit is de Submachine Gun class, Scavenger Quickshot Steady Aim. Dus ja, dat is net het verschilletje. Maar ik speel gewoon even een potje erachteraan. Want dit potje ging zo kut, omdat ik dus niet het goede wapen had. En nu gaan we zo te zien op de Mafilis spelen. En we gaan het gewoon nog een keer proberen. Maar meteen een potje erachteraan. Dat is een keertje, het is gewoon de speciale aflevering dan. Fuck it. Speciale aflevering, 2 potjes achter elkaar. Er zit toch geen hacker in, dus het kan. Ik ben er voor het eerst geen hacker al tegengekomen. Dus applaus voor MW3. Sommige mensen vragen altijd aan mij van, Jan, je zegt altijd dat je in hacked lobby's komt. Ik kom nooit in een hacked lobby. Nou, als jij niet in een hacked lobby kan komen, dan moet jij mij zeggen hoe je dat doet. Want als ik Ground War start, is ongeveer 75% van de tijd het een hacked lobby. En ik word er helemaal gek van, jongen. Ik wil gewoon Ground War spelen. Ground War is my game. Wordt 9 tegen 9. Lekker druk, lekker veel kills. Je kan 100 plussers droppen, mobs droppen, triple mobs droppen. Alleen als er een hacker in zit, niet. Zo makkelijk is het. En als de hacker in jouw team zit, is het kut. Want de flip response de hele tijd. Zit de hacker in het enemy team, is het helemaal kut. Want dan kan je hem niet killen en dan killt hij jou de hele tijd. Dus ja, hackers. Ik snap het niet, maar mensen vinden het leuk. Dus ja. Geen flauw idee waarom. Ik pak de ACR erbij. Want de G36C heeft een beetje te veel recoil voor deze map. Helemaal voor de lange afstanden. Dus we gaan weer opnieuw. De fanks die net bij mijn team zaten, zitten volgens mij nu tegen me. En er zitten ook weer allemaal nieuwe mensen in. Oké, dat maakt niet zoveel uit. We gaan knallen, man. Kijken of we de mob nu kunnen halen. 3, 2, 1. Go! Je moet wachten op de span. Protection namelijk. Anders krijg je sowieso een hitmarker. Nee! Ah, lul! Je had toch een stuk! Dat was... Ah! Ik zag hem ook lopen, man. Ik weet nog niet helemaal niet waar de enemies lopen. Ik weet niet hoe ze zijn gelopen, maar aan het begin... What the fuck? Je zit daar gewoon te campen, man! Ik dacht, via waar word ik nou beschoten, joh? Ik snap er de ballen van! Maar die vent die stond gewoon helemaal aan de andere kant van de map om me te knallen. Hij dacht echt dat hij me kon killen, joh. Er zit er nog één naast me. Kom dan. Lekker, maat. Kom op. En hier gaat hij goed. Komen ze hier sowieso over die brug heen. Yep. Er zit een sniper achter! Ik ga hier weg, ik ga hier weg, ik ga hier weg. Ik heb die sniper geraakt, maar als die één kogel door je kop in knalt, dan killt hij jou natuurlijk. En dan loopt er iemand achter me aan. Oh, jongens toch. Ik heb het in de vorige aflevering nog uitgelegd. Alsjeblieft, loop niet achter me aan als je me kent. Oh, kut! Je hebt me dood. Yep, 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 yep. Ik dacht dat er één liep, maar er liepen er 3. Mijn teammate heeft weer de vlag, hè. Ze moeten dat ding loslaten. Maar goed zo, teammate. Dankjewel, je luistert naar me. Oké. Genoeg tijd om de mol op te droppen, maar we moeten even goed gaan opletten. Dat is 1, dat is 2. Er zit er nog een derde bij, want die kwam ik net namelijk tegen en die knalde me door mijn kop heen. Dus waar is nummer 3? Teammate backreep eens even, want er zit hier als het goed is nog één. Heb je hem? Teammate heeft de kill, maar ik weet niet of hij de goede heeft gekillt. Dus ik check hier nog even. Oké, lekker. Je zal wel dood zijn. Ik hoor je. Ik hoor je. Daar is hij. Er loopt er hier nog een, die komt hier naartoe. Kom maar. Kom maar. Hij komt hier. Ik zei het, goed zo. Lekker. Okay. Oh, Martin! Ah! Fucking hell, jongen. Dan word je toch helemaal gestoord van die deadstreaks. Oh shit, ik heb scorebord nog open. 5 enemies zitten erin, maar het lijkt net alsof ze tegen 3 mensen spelen of zo. Het is een beetje aan de rustige kant op dit moment. Wacht, even scopen op die vlag, want ik weet dat die enemies die... Go! Er loopt er sowieso één ergens daar. Ja, kut man! Oh, tieten, tieten, tieten! Hebben jullie ook het gevoel dat het echt rustig loopt of wat? Het lijkt net of als ik tegen 2 enemies speel. Ik kon gewoon niet meer mensen. Tegen het vorige potje liepen ze met z'n 5 reden bij elkaar. En nu lopen ze gewoon... Nog ineens naar me toe, joh. Oh, dat was een vieze kill. Oh. Oh, die voelde die in zijn hoofdje, jongen. Dat was één vieze kill. Ik zag niks van hem. Ik zag alleen maar die kill ding boven zijn kop staan. Ik schoot gewoon. Maar ik had de kill eraan, Tom. En ik... Het is echt rustig in dit potje. Nee, niet dat ding kapot maken. Nou, oh shit, weer 3 man.
Vier man zelfs. Oh, kill hem, triple kill. Let's go. Nog eentje erachteraan. Nog eentje erachteraan. Lekker. Dan heb ik spijt een specialist bonus. Teammates, ik heb jullie hulp nodig op dit moment. Holy shit, teammates. Ga nou niet met die vlag achter me staan. Fucking hell. Retort. Kut, kut, kut. Teammate, ga nou niet bij me schieten, joh. Iedereen vraagt me spot hier, joh. Ik word door iedereen genaaid van mijn team, man. Loopt er eentje met de vlag achter me aan. Gaat er eentje in mijn rug lopen schieten met een non-silenced wapentje. Jongens, laat me lekker alleen. Ik vind het goed als ik alleen loop. Dat vind ik juist veel chiller. Enemies hebben de vlag. Dan ga ik even kijken of ik ze kan backriepen. Moet hier niemand nu naast me spannen, want dan word ik boos. En dat gaat sowieso gebeuren. Oplet op je geluid, oplet op je geluid, oplet op je geluid, oplet op je geluid. Niemand nog naast me. Ren door, ren door, ren. En dan ben ik omgelopen. Dan zijn de enemies ook om... Jongens, toch. Ik kon beter gewoon blijven staan waar ik stond. Want dan waren ze zo mijn richtpunt ingelopen. Pun. Nu is het even opletten. Want ik zit nu namelijk wel op een mooi streakje. En die wil ik nou niet verneuken. Even concentreren. De enemies hebben de vlag weer, maar we spannen hier, oh. Loopt er nog één, loopt er nog één, loopt er nog één, loopt er nog één. Een assist counter skill, dat boeit me ook niet, maar er zit er hier nog één. Daarom stopte ik met schieten. Zo. Hij zit er nog één hier. Waar, waar, waar? Zo, teammate, ik weet niet waar jij mee bezig bent, maar... Niet die vlag oppakken, teammate! Niet doen, niet doen, niet doen. Doe het voor mij, doe het voor mij, doe het voor mij, alsjeblieft. Achter ons! Ja! Kut! Oh, shit, ik heb ze alle twee geraakt, maar... Oh, ik schoot mijn eerste twee kogels raken en dan miste ik alles. Maar, ik weet niet wat het in dit potje is. Ik zei het net al. Het lijkt alsof het heel slow loopt. Het lijkt alsof we tegen 2-3 mensen spelen. Maar we spelen toch echt tegen 5-6 mensen. Maar het loopt gewoon niet snel op een of andere manier. Ik weet niet hoe het kan, maar het zal wel. Het zal wel. Want ik kan er niet tegen als het zo langzaam loopt. Ik zeg ook altijd, Ground War is my game mode. 9 tegen 9. De enige reden waarom het my game mode is, is omdat er... IMS, 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 IMS... Nee! Fucking hell! Ah, oh, die race van dat ding, jongen. Kijk dan. Nieuw, en dan komt die. Pew! Bullshit. Maar, waarom Ground War my game mode is, is omdat het altijd druk is. Er zit altijd actie in. Je komt altijd een enemy tegen. Zo makkelijk is het om uit te leggen. En in deze game mode bijvoorbeeld, je komt normaal gesproken altijd een enemy tegen. Maar dit potje loopt gewoon echt heel erg slow op een of andere rare manier. En, waarom ik Domination 6 tegen 6 niet kan, is omdat het soms echt gewoon... een minuut zo is dat je geen enkel iemand tegenkomt. Of dat je voor 30 seconden geen enkel iemand tegenkomt. En dan kan ik niet tegen, raak mijn geduld op en dan ga ik daardoor weer dood. En dat heb ik dus altijd in die andere game modes. En dan word ik zo geïrriteerd door, doordat het gewoon echt soms een tijdje zo kan zijn. Dat je gewoon eventjes niemand meer tegenkomt. Het is precies hetzelfde in dit potje het geval. Dat je gewoon even een tijdje niemand meer tegenkomt. En daar kan ik dus niet tegen. En daardoor zeg ik altijd dat Ground War my game mode is. Omdat daar altijd wel iets in gebeurt. Altijd. Altijd kan je kills pakken. Altijd kan je gewoon lekker doorrennen. En ik weet niet hoe lang dit potje heeft geduurd. Ik denk 7 minuten of zo. En ik heb 41 kills. Er zat wel actie in. Maar niet genoeg voor mij om het te blijven concentreren. Want als ik een tijdje niemand meer tegenkom. Wat best wel vaak gebeurt in dit potje. Verlies ik mijn concentratie. Ga ik niet meer opletten. Ga ik scheef schieten. Ga ik weer dood. Dus ik moet altijd actie blijven houden. En ik vind dat dat hoort bij Call of Duty. Daarom vind ik Battlefield ook wat minder leuk. Want in Battlefield kom je ook soms voor 2 minuten iemand tegen. Als je bijvoorbeeld bij de verkeerde vlag zit in Conquest of zo. En dat vind ik kut. En dat moet dus niet gebeuren in Call of Duty. En daarom speel ik dus ook nooit, of bijna nooit, Domination 6 tegen 6. Omdat ik daar gewoon geen geduld voor heb. Ik kan er niet tegen. Ik kan er niet tegen als ik een tijdje iemand tegenkom. En dat gebeurt natuurlijk in Domination 6 tegen 6 redelijk vaak. Als of de enemies rage quit, of ze zitten te camp, of weet ik veel wat allemaal. En daarom wil ik Ground War spelen. Maar dat kan niet. Door de hackers. Maar, het was een dubbele aflevering. 2 keer de mob niet gehaald. Eerste potje had ik mijn verkeerde clash. En kwamen ze dit met z'n 5 op me afrennen. Tweede potje vond ik het te langzaam gaan. Ging ik het dom op afrennen. Ging ik me niet meer concentreren. En dan ga je ook dood. Zo makkelijk is het. Dus 2 kutpotjes. Geen mob gedropt. En dat vind ik kutpotjes. Maar ik hoop dat jullie wel hebben genoten van deze 2 games in 1 aflevering. En tot de volgende keer weer, mensen. Bye bye.